elke zangeresse bij ons een erg gezellige ochtendshow. Want je ziet ze nu in de app van M&M. Marta, Hanne en Julia, K3 in de nieuwe bezetting. Ja. Goedemorgen, dames. Goedemorgen. Oh, zo mooi in koor. Ja, ja. Marta, ik had jou bijna zonder dat scherm om te houden. Oh, ja. Ik dacht, ik laat het thuis voor vandaag. Hoe gaat het? Goed. Ja. Het is, alles is oké en zo, onder controle. Ja, ik ben blij dat ik er helemaal vanaf ben. Ja, gelukkig houden zo. Zeg, we hebben een heleboel vragen binnengekregen voor Julia, want we willen jou erg goed leren kennen. Dat mag. Ja, dat mag. Oh, je kunt al Vlaams. Ja. Dus, we hebben ze al opgevoed. Goed gedaan. Ja. Ingeburgerd. Hoppatee. Ja, dat is de vraag die binnengekomen zijn. Ja, Indy Holterman, 19 jaar uit Antwerpen, zou graag willen weten van Julia of ze al dingen van Hanne en Marten weet die ze niet had verwacht. Ja. Oh. Wow. Vast wel. Ja, vast wel, maar ik weet niet of ik dat ga zeggen op de radio. Nee. Ik denk het wel, ja. Er zijn geen taboes. Nee, dat valt allemaal eigenlijk wel goed mee. Jullie zijn eigenlijk best wel gewoon hetzelfde als op tv. Eigenlijk wel. Mirte Poel wil graag weten wie jouw eerste celebrity crush was. Wow. Oeh, dan denk ik toch... Leonardo DiCaprio in Titanic. Snap je. Ja. Dat is een goede keuze. Sowieso. Ja. Ik was echt starstruck. Gewoon. Oh, Jack. Ja. Jack. Jackie. Die gast kan wel niet zwemmen, hè. Dus, Hoezo? Die kan niet zwemmen. Ja, sad. Nee. Ah ja, Titanic. Goedemorgen. Sorry, maar ik was al naar de volgende vraag aan het kijken. Ja, ik was even... volgende vraag, ja. Michael Schoonbrood wil weten of je al sms'jes hebt gekregen van... Of van welke bv's heb je ondertussen al sms'jes gekregen? Dat is de vraag. Van goed gedaan of ben blij dat jij het geworden bent of zo. Peter van de Veijden. Niet zo. Ja? Nee. Ik denk het niet. Nee. Ik denk het niet. Nee, eigenlijk niet. Niemand. Echt specifiek. Maar je hebt ook een nieuwe nummer, hè? Ja, ik heb een nieuw nummer. Ik heb een Belgisch nummer, dus niemand kan mij meer bereiken. Ja. Van wie zou je graag eens sms'jes krijgen? Kan ook een vraag geweest zijn. Ik kan helemaal mijn telefoon niet meer bijhouden. Het is verschrikkelijk. Ik word wel helemaal met DM's overstromen. Dus ik kan het sowieso niet bijhouden. Dus als ik een sms'je krijg, grote kans dat ik het niet eens zie. Dus het maakt me eigenlijk ook niet zo heel veel uit. Dat hoeft allemaal niet meer.